We zijn vanavond in de Kattendans en wat is hier te doen? Het thema is oké. En dan vraagt u zich af, wat is oké? Nou, oké is ouder kind experience. Ik ga dat even uitleggen, want dat is best wel ingewikkeld. Vanavond is er een markt en een voorstelling over psychologen, hypnotherapeuten en noem maar op. Wish was hier om uit te leggen op een kinderlijke manier wat deze professionals eigenlijk inhouden. En het was een geslaagd avondje met heel veel informatie en heel luchtig voorgesteld. Dus we gaan luisteren naar alle professionals. Jolanda Verdegaal, leg eens uit, wat doet u precies? We hebben vanavond onze experience. Een jaar geleden is het bedacht. Ik zit altijd vol ideeën. Ik ben super trots op deze avond dat het eindelijk zover is. Oké staat voor ouder-kind experience. En onze gedachte is van onze 14 ondernemers, iedereen is oké. Dus dat zegt eigenlijk genoeg. Ieder mens is anders. En wij zijn met 14 professionals. Allemaal hebben onze eigen expertise. En dat willen wij vanavond ten tonele brengen. En er wordt toneel op het toneel gezet door Wish. Bij Wensmuziek. Dat is heel mooi. En dan de professionals. Dan ben ik natuurlijk erg benieuwd over welke professionals we het hebben. Uit welke hoek ze komen. We komen allemaal uit de hele campen. En wij vinden zelf, in de campen zijn heel veel professionals. Heel veel mensen weten niet dat wij bestaan. Dan willen we vanavond even laten zien wat wij in huis hebben. Wat we kunnen betekenen voor iedereen. En we hebben een markt hier die dadelijk na de voorstelling geopend is. En daar mag je met ons kennis komen maken. Ja. Ik zie hier achter de mozaïek, dat doe jij ook. Moet ik dan denken aan expertise op creativiteit of psychologie? Of... Het is eigenlijk meer gericht op het begeleiden van mensen. Dus iedereen begeleidt op hun eigen manier ouders en of kinderen. En de ene doet het op een manier met spellen doen, de andere doet het met creativiteit. Toevallig is het mozaïek een stukje, omdat ik mijn bord wilde promoten. Ik zelf ben al jarenlang fotograaf. Vanuit daar merk ik dat mensen niet zo graag op de foto staan. En coach ik mensen naar een goede foto. En ik ben daarna een opleiding tot personal coach gaan doen. En dan begeleid ik mensen om in hun eigen kracht te komen. Ja. Dan denk ik bijvoorbeeld, er komen mensen die hebben een expertise nodig. Die komen bij jou en dan zeg jij van, ja, eigenlijk zit jij hier niet op je plek. Maar ik weet nog wel een hele goede waar je wel terecht kunt. Ik hou heel erg van samenwerken, gunnen en delen. En ik vind het heel goed dat elke professional een eigen stuk doet. Dus als ik merk aan mensen van die passen beter bij een collega, dan vind ik netwerken heel belangrijk. Ik heb altijd een heel groot netwerk gehad. Heel veel mensen kennen mij, ik ken heel veel mensen. Dus als ik denk van nou je past beter bij die of bij die, dan verwijs ik ze heel graag door. Want ik gun iedereen hun eigen professionaliteit en dat je doet waar je zelf het beste in bent. En daar geloof ik ook in. Ja, en door die gunfactor wordt iedereen eigenlijk een beetje gelukkiger, hè? Dat is heel zeker. En heeft iedereen ook zijn baan. En ik denk dat je dan op je goede plek bent. En de ene voelt zich beter bij mij. Er zijn vanavond nog meer coaches aanwezig. Andere zegt van nou, ik hou meer. Hè. Ik voel me beter thuis bij die. Of die werkt net op een iets andere manier. Dat vind ik fijner. En daar gaat het om, denk ik. Ja. Helemaal duidelijk. Een heel mooi initiatief. En dankjewel voor jouw uitleg. Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Het was een hele uitdaging met 14 ondernemende mensen. Als voorzitter had ik een... spannende taak, zeg maar. Maar wat wij vanavond neer gaan zetten. Vorige week de generalen gehad. Ik ben echt super trots op iedereen. Mirjam van Probaat. Wat doet Probaat precies? Probaat is een hypnotherapiepraktijk in Duizel. En de Kempen. En ik ben hypnotherapeut. En wat doet nou een hypnotherapeut? Laat mensen geen citroenen eten en ook niet als een hondje door de kamer kruipen. Maar een hypnotherapeut lost een probleem op in het onderbewustzijn. Daar ligt eigenlijk vast wie wij zijn. En alles wat we meemaken vanaf eigenlijk al in de baarmoeder is opgeslagen in ons onderbewustzijn. En daar gaan we naartoe en dan kunnen we de emotie opzoeken die verbonden zit aan een probleem. En die lossen we dan op. Zodat je mensen met... allerlei klachten, maakt eigenlijk niet uit. Kinderen behandel ik, burn-out, stoppen met roken, stress, puistjes. Het kunt zo gek niet noemen. Nou zijn er heel veel therapieën. Hè? Denk aan EMDR-therapie tegenwoordig. Maar waarom moet je nou kiezen of zou je kiezen voor een hypnotherapie? Omdat het een hele korte behandelduur is, vaak 1 of 2 keer. Je hoeft niet te praten over je probleem. Als je over je probleem praat, dan is het er.
Als je steeds moet vertellen dat je je zo slecht voelt, dan bevestig je eigenlijk dat je een probleem hebt. In hypnose praten wij eigenlijk niet. We gaan direct het probleem opzoeken en we lossen het daarop. Kun je een beetje uitleggen hoe dat werkt? Want het is een beetje hocus pocus voor veel mensen. Ja, Oké. Nou, je gaat, ik praat iemand in een hele diepe ontspanning. Dan ben je eigenlijk zo ontspannen dat je eigenlijk ook niks meer wilt bewegen. Dan weet ik van tevoren met de cliënt van, nou weet je, wat is het probleem? Ik vraag aan het onderbewustzijn om te benoemen welke emotie er verbonden zit aan het probleem. En het onderbewustzijn gaat dan de cliënt daar naartoe brengen en dan vraag ik, is het dag of is het nacht? Is het donker of is het licht? Ben je alleen? En de cliënt gaat mij vertellen, ik zit nou in een speeltuin, hoe oud ben je? Ik ben 4 jaar, wat ben je daar aan het doen? Ik ben aan het huilen. Hoe komt dat? Waarom moet je daar huilen? Ja, omdat ik verdrietig ben. En ik ben naar een andere school gegaan en dat wil ik in me niet. Nou, ik verander die perceptie. Het gevoel verander ik. Ik zorg dat er misschien iemand bij komt die haar even omhelst. Ik haal haar uit de situatie en weer terug. En net zolang dat hij weer ongevoelig is. Het werkt gewoon fantastisch. Ja, het klinkt echt, heel mooi. En ja, een paar sessies en je bent eigenlijk herboren, om het zo maar te zeggen. Wel mooi dat deze markt er is, zeg maar, voor alle professionals ook van hypnotherapeuten en coaches waarvan mensen eigenlijk bestaan niet weten. Wat vind jij van deze markt? Dat vind ik geweldig. Want er wordt doorverwezen naar allerlei bekende instanties, terwijl er zoveel mooie mensen zijn die heel veel mooie dingen kunnen doen, alleen mensen weten het gewoon niet. Dus dit is gewoon een fantastisch initiatief om ons even te laten zien en dat gunnen we elkaar ook. In feite, we moeten toch gewoon met elkaar samenwerken, dus helemaal oké. Sandra van BeSafe. BeSafe, specifiek voor vrouwen. Waarom? Zelfverdediging is voor iedere vrouw heel belangrijk. En heel veel mensen denken dat ze het niet nodig hebben, maar helaas is het tegendeel waar. Ja. Schat zo dat de drempel voor veel vrouwen heel hoog is. Hoe komt dat? Ook omdat ze inderdaad denken van, we hebben het niet nodig. Maar zelfverdediging zit hem ook in kleine dingen. Het is niet meteen lichamelijk jezelf kunnen verdedigen, maar ook je eigen grenzen weten te liggen. En daarin je grens dus aan kunnen geven. Dat is ook zelfverdediging. Ja, en dan ben je dus al halfweg natuurlijk als je goed aan kunt geven hoe het zit. Maar stel je wordt nou echt belaagd, om zo maar te zeggen. Dan denk ik, nou weet je, voordat ik al die technieken onder de knie heb om zo'n grote man te tackelen, dat duurt wel even. Ja, nou ja, mijn workshop is inderdaad gebaseerd eenmalig. In 2,5 à 3 uur leer ik jou op een hele simpele manier hoe jij inderdaad iemand makkelijk van je af kunt krijgen. En ik vind het ook heel belangrijk dat vrouwen bijvoorbeeld roepen, hè, 112, in plaats van gillen. Hele simpele dingen, maar wel inderdaad heel effectief. Niels Wuits, vader en zoon coaching. Ja. Waarom specifiek vader en zoon? Is het zo slecht gesteld met die relatie of valt het toch wel mee? Nee, het is over het algemeen niet slecht gesteld, maar er is eigenlijk weinig voor geregeld. En voor vrouwen is er best wel veel gegeven, maar voor vaders en zonen niet. En eigenlijk, ja, de zoon is eigenlijk, heeft zijn vader als grootste voorbeeld om man te worden. Ja, en als dat niet goed zit, als die relatie niet goed zit, dan kun je voor problemen komen te staan. Ja, nou kan ik me voorstellen dat daar best wel een taboe op heerst. De vaders niet zo gauw zeggen van, ik ga met mijn zoon nou eens lekker therapie volgen. Ja, klopt. Ja, het is niet echt therapie, het is echt coaching. Maar je hebt gelijk, als je mannen zijn over het algemeen iets moeilijker toegankelijk. Maar als ze eenmaal ervoor gaan, dan gaan ze ook echt vol voor. Maar als je zegt, ja, taboe is er zeker wel, ja. Dus die probeer ik ook al een beetje te doorbreken. Ja. Net heb je een mooi stukje gehad op het toneel. Kun je daar iets meer over zeggen? Dat was echt een mooi voorbeeld namelijk. Ja, nou ja, het is eigenlijk een typisch voorbeeld van een vader die zijn zoon niet begrijpt. En zijn zoon die niet durft te vertellen waar hij voor staat in het leven. Op een gegeven moment, hij wordt ouder en hij komt dus letterlijk uit de kast. Ja, en hoe ga je daarmee om als vader zijnde en als zoon zijnde? Ja. Toen jij hier aan begon, hè, ik kan me voorstellen dat dat een beetje een zoektocht is geweest. Jij hebt bedacht van, of je bent tegengekomen van, nou, dat is wel nodig. Hoe pak je dat dan aan?
Je bedoelt de coaching? Of, ja, echt die typische vader- en zoon coaching. Ja, eigenlijk is het zo geboren dat ik bezig was met de life coaching. Dus dan ben je met wel heftige problematiek bezig. En ik merkte dat er eigenlijk steeds meer mannen op mijn pad kwamen die op het gebied van vader-zoon relatie allemaal vragen hadden. Toen ben ik me erin gaan verdiepen en toen bleek eigenlijk van ja, er is eigenlijk niks voor geregeld. En ik denk, nou, dan ben ik blijkbaar degene die daarvoor op moet gaan staan. Ja, en zo dicht bij huis, dat is natuurlijk ook wel heel fijn, hè? Vooral die vaders hier in de buurt. Dus die roepen we op als er problemen zijn, mag ze naar jou. Absoluut, ja. Een typische vader- en zoon coaching, hoe komen die vaders bij jou binnen? Zijn die echt blij of denken die van ik ben gestuurd door moeder de vrouw? Nou, je hebt wel gelijk, heel vaak worden ze gestuurd door de moeder. Die heeft ook een hele belangrijke rol in deze, want als de relatie tussen moeder en zoon en moeder en vader niet goed zit, Dan kan ook nog voor problemen zorgen. Maar het klopt inderdaad wel dat een hoop vaders die worden gestuurd van hey, Frits of Gerrit, weet ik veel hoe die heet, kom eens eventjes hier, want dit gaat niet goed en je moet nu echt eens eventjes actie gaan ondernemen. Ja. En ik neem aan dat het dan heel drempelverlagend is dat jij zelf een man bent. Ja, dat klopt. Ik neem wel te weten waar ik over praat. En het is inderdaad wel, ja, voor mij is een lolletje eigenlijk wel heel makkelijk. En, Het is heel, heel laagdrempelig, ja. Goed gekozen. Dankjewel. Mevrouw, wat vond u van de voorstelling? Ik vond het geweldig hoe ze je elke professional neerzetten. En de zang van Wish, ja, het klopte helemaal en het is ook heel duidelijk. Juist dat, die presentaties, daardoor snap ik wat de mensen doen. En dat is de bedoeling. Ja, dat hadden ze heel goed duidelijk gemaakt en heel goed uitgelegd. Wat vond u de moeilijkste? De moeilijkste is de speltherapie. Zo van wat daar dan precies achter zit. Dat ja, is het moeilijkste. Ik moet echt meevallen, ja. Meevallen? Ja, nou goed, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Dus mijn dochter deed ook mee. Dus ik vond het echt boven verwachting. Ja. Ja, ze hadden het heel goed gedaan. En eigenlijk ook heel dapper, want er kwamen onderwerpen aan het licht waarvan je denkt van nou, dat is kei moeilijk om uit te beelden voor een kind. Dat is ook. Dat was ook. Dat kwam heel goed over, heel begrijpelijk. Ja. Kunt u vertellen waarom wensmuziek eigenlijk gekoppeld is aan dit project? Nou, waarom? Ja. Nee, dat kan ik eigenlijk niet vertellen. Hebben ze thuis niks over losgelaten? Nee, helemaal niet. Het is voor mij eigenlijk best nieuw, hè. Ik ben hier mee naartoe gegaan, ook uit belangstelling van mijn dochter. Dus ja, ik wist ook niet wat ik exact moest verwachten. Dus, ja, maar het is meegevallen. Ja, het is voor mij heel begrijpelijk overgekomen, ja. Ja, ik vond het echt prachtig hoe die kinderen het allemaal gedaan hebben. En wat was de rol van uw dochter? Die was een psychomotorische therapie. Oké, ja, dat is ook niet echt makkelijk. Nee, is helemaal niet makkelijk, dus zeker niet voor mij. Ik zit helemaal niet in die stijl, dus... Kijk, allemaal wat geleerd vandaag. Zeker, ja. Kinderen van Wensmuziek, want daar zijn jullie van, of niet? Ja, dat klopt, ja. En wat doet Wensmuziek zoal? Wij maken voorstellingen met heel veel kinderen en dan voeren we ze hier uit. En voeren jullie er altijd hier in de Kattendans uit? Nee, we hebben hem ook een keer in een muizenval gedaan. Muzenval. ja, en dan maken we om de 2 jaar ongeveer een voorstelling. Ja. En wat is er nou zo bijzonder aan wensmuziek? Ja, je leert er acteren en ook wel zang en dansen. Dus het is een best wel uitgebreid iets. En heb je al veel geleerd? Ja. Vertel eens. Ik zit nu ook op koor, dat hoort ook bij wensmuziek. En daar leer je dus vooral zingen en vooral acteren ook. Ja. Ja, het was een hartstikke mooie voorstelling. Ik heb jullie alleen niet gezien op het podium, waren jullie er wel? Ja. En wat was jouw rol? Wij stonden straks daar voor de deur. Oh, jullie mogen de mensen onthalen, zeg maar. En was dat leuk? Ja, dat was zeker leuk. En waren er ook mensen bij die een beetje lastig deden? Nee. De meeste mensen zijn hier voor de lol, of niet? Tuurlijk. Ja, ik kom allemaal voor jullie. Zeker. Ja. Ook voor ons, maar ook voor Wish. Ja. Jullie hebben de voorstelling gezien. Was het jullie nou een beetje duidelijk wat al die mensen deden? Mij wel. Ja? Ik denk de rest ook wel. Ja. Dat is natuurlijk leuk, hè? Want al die mensen die doen allemaal volwassen dingetjes. En dan met zo'n toneelstuk, dan wordt het uitgevoerd eigenlijk. En dat was echt wel goed gedaan. Dan gaan we hier naar Bas.
Wat vond jij van de voorstelling? Ik vond het hartstikke leuk. En ja, ze hebben ook hartstikke goed hun best gedaan om dit een beetje in beeld te krijgen, zeg maar. Ja, dus... En was het jou duidelijk wat al die mensen deden? Ja, op zich wel. Het was wel duidelijk ook door uitgelegd door Wish, dus zeg maar. En welke vond jij nou de moeilijkste? Met die hypnose vond ik wel lastig, maar het was wel goed uitgelegd. Ook met haar erbij en zo. Dus het was wel heel... Ja, want we hadden dan hypnose en wat hadden we nog meer? Van alles. Logopedie, coaching, bepaalde dingen. Ja. Ja, ik vond het heel mooi, want alle kinderen deden het heel goed uitbeelden. En ja, die hypnose doen ze altijd raar over. Hè? Ja, ze doen er wel raar over, want soms dan zeggen ze ook van, hè, dan ben je helemaal weg en dan moet je allemaal rare dingen doen. Maar dit is dus echt voor een goed doel, zeg maar. Dat je dus beter wordt, zeg maar. En dat wij het ook durven, hè? Hypnose durven wij nou. Ja, vast wel. Nou, jongens, bedankt voor jullie interview. Het was fantastisch. Wendy van Wensmuziek. Wensmuziek, wat doet die precies? Wensmuziek is een theaterschool voor kinderen van 4 tot waar je dadelijk ziet optreden. En daar doen wij alles wat met theater te maken heeft. Dus acteren, zingen, dansen. Gewoon van allerlei leuks. Waardoor kinderen zelf vertrouwen krijgen en leren samenwerken en van alles en nog wat. Ja, dus Wensmuziek is niet eigenlijk alleen een soort van koor of toneelgroepje, maar het is ook echt wel gebaseerd op iets. Ja, het is gebaseerd op, mijn tweede woord is klankontdekking. En dat betekent je eigen klank gaan ontdekken. Dus wat kan ik, wat wil ik, wat vind ik leuk, vind ik heel leuk om te zingen, vind ik het heel leuk om te dansen. En je mag zelf bij ons je rol bepalen, dus iedereen bepaalt ook of je een klein rolletje heeft of een grote rol. Dus dat is het bijzondere aan Wensmuziek. Dus wij werken ook niet met een vast script, kinderen maken zelf het verhaal. Oh, dat is heel mooi, want dan kun je echt kiezen wat bij je past. Dus kinderen met minder zelfvertrouwen, die gaan zo bouwen aan iets meer. Ja, die gaan heel gelijk, die hebben dat zelf niet eens in de gaten. En dat bouwt heel rustig op tot als ze mij komen, ik wil eigenlijk wel eens iets meer. Nou prima, dat kan. Ja. Ja. En dan straal jij natuurlijk helemaal van yes, het is gelukt. Ja, dat is het feestje, hè? Daar ga je eigenlijk het voor doen. En het leuke is ook, Wish is de oudste groep van Wens. En die zijn al zo lang bezig en die hebben nou hun eigen eerste theaterprogramma gemaakt. En die staan vanavond hier om alles aan elkaar te maken. Dat is heel mooi. En zou je kunnen vertellen, dat vinden mensen ook altijd wel prettig, een soort van succesverhaal van iemand waarvan je denkt van nou, dat had ik niet verwacht en dat is toch goed gekomen. Ja, maar die hebben wij heel veel, hè. Ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar wij hebben ontzettend veel kinderen die van alles en nog wat mankeren en niemand die het ziet. Dus er lopen kinderen bij ons, heel veel kinderen uit speciaal onderwijs, heel veel, zeg maar 10%, maar die vallen gewoon niet op. Omdat die zo goed meedoen en zo worden afgevangen door de rest. Dus gebeuren bij ons eigenlijk iedere dag sprookjes. Ja. Oh, dat is mooi. Dus mensen die nou kijken en denken van mijn kind heeft wel meer zelfvertrouwen nodig. Ja. Denk maar aan Wish. Ja, kom maar meteen. Wensmuziek. Wish niet, dat is de oudste, maar Wensmuziek voor iedereen. Heel erg leuk. Ja. Ja, ik heb jullie heel vaak gezien en het is inderdaad fantastisch. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
was een heel geslaagde avond. Alle interviews zijn achter de rug. En ik hoop dat voor de kijkers thuis het ook heel erg duidelijk is geworden wat hier nou eigenlijk de bedoeling van was. Dit was voor herhaling vatbaar. En ik hoop dat volgend jaar weer eenzelfde project gestart wordt.